Rijkswaan is een veredelingsbedrijf in groentegewassen. Dus wij ontwikkelen nieuwe rassen voor de professionele tuinbouw. En we doen dat wereldwijd. Waarvan 800 in Nederland en 1200 in het buitenland. En die medewerkers plaatsen wij op de eerste plaats. Het doel van onze onderneming is dan ook primair om de medewerkers een prettige baan te bieden. Met goede arbeidsvoorwaarden en in duurzaamheid, het liefst tot hun pensioendatum. En al die medewerkers die zijn super gemotiveerd, want ze zien het als hun eigen bedrijf, om voor de afnemers de beste producten te maken. Om te kijken of deze planten van het ras zijn wat wij ook denken dat het is. Wat jullie hebben opdrachten toe hebben gegeven. Ja, omdat daar geen fouten of vergissingen in zitten. En daarna worden ze klaargemaakt om te gaan kiemen, om te kijken of ze ook inderdaad een goede kwaliteit kiemkracht hebben. Oh, dat klinkt ook wel. Oké, nou, staal dingetje. Ja, je ziet ook dat die werknemers op dezelfde manier in dat bedrijf staan eigenlijk als de directeur. Ze zijn loyaal aan het bedrijf, het bedrijf is van hen. Ze voelen zich er ook aan, ze kunnen ook aandelen kopen in het bedrijf. En de meesten doen dat dan ook, werken er lang. Oudere werknemers krijgen hier een nieuwe kans als ze elders zijn ontslagen. En werken hier dan met veel plezier nog vele jaren door. Ja, dit is een mooi bedrijf om rond te lopen. Het hele idee van netwerken tussen het bedrijfsleven en kinderinstellingen, dat werkt ook. Dat gaat steeds beter. Ik ben hier vandaag omdat ik als voorzitter van MKB Nederland heel graag wil weten wat leeft er bij Nederlandse ondernemers. Nou, dit bedrijf, Rijkswaan, is een werkgever die het fantastisch goed doet in Nederland. Ik ben natuurlijk heel benieuwd van, hey, wat kunnen we daarvan leren? Ik heb, moet eerlijk zeggen, ook in mijn eigen praktijk altijd snel gekozen voor, als ondernemer dan, voor vaste contracten. Omdat ja, ik uit het familiebedrijf kom en daar weet je gewoon, je moet op de lange termijn redeneren, je moet investeren in mensen. Dus ik herken de sfeer dit bedrijf heel goed. Jij werkt hier nog niet zo lang, dus je was oud toen je hier kwam. 56. Welke school doe je? Ik ben uitgestapt met school dit jaar. Oké. Okay. Maar ik ga wel weer school doen. Je gaat in september wel beginnen, hè? Ja, ik mag wel. Al over grootverdieners en graaiers die overal zitten en ook bij die banken. En nou hoor ik niks en wij maar weer steunen. Ja, dat is een belangrijk probleem. Het grootste probleem zijn de grote resorts van golfterreinen en grote flats langs de Costa Brava en dergelijke, die allemaal gebouwd zijn in een soort tijd dat Spanje dacht dat het niet op kon. En toen bleek dat het wel op kon, sterker nog dat het al lang op was. En nu staat het dus allemaal leeg en zakken, en betaalt niemand de hypotheek terug en zakken dus die banken door de roeven. Dat is het essentiële probleem. Ik ben wel beneden begonnen. Dat heet beneden. Beneden. Dat heet beneden en dan, jij bent boven. Ja. Ik denk dat het belangrijk is op dit moment om dicht bij de mensen te zijn in Nederland. Omdat er heel veel onwetendheid is, onrust. Dus, en hij komt goed over. Je ziet dit bedrijf ook enorme investeringen doen in innovatie, in nieuw onderzoek. 27% van de omzet gaat daar naartoe. Dat zijn gigantische bedragen. En dat is ook heel hard nodig. Dit is echt zo'n bedrijf wat goed is voor zijn mensen, goed is voor de toekomst. Ja, dat is wat Nederland nodig heeft.